Iets wat iedereen nu doet, is grensboodschappen. Kijken links en rechts. Het tarief is opgeslaan, 75 cent, half vol en 82 voor vol. De olie. Hier culinaire olijfolie, 3,99, niet veranderd van prijs. In Nederland betaal ik die nu gemiddeld 6 euro. Sommige plaatsen is het zelfs duurder. Er staat niet één per klant, wat je hier. Maximaal 3 stuks. Oké. Okay. Waarschijnlijk, ja. Dat is 12 euro voor 3. En in Nederland 18 euro, dus een verschil van 6 euro. Dus ongewijzigde prijs voor de olijfolie. Tarwebloem hier, een ruime voorraad, 45 cent. Ik heb hem nog wel in huis. €1,75. Dat is ook interessant voor de natuurliefhebber, vooral in Zeeland. Hier heb je ook de grote drift, 2,50. Dat is ook wel een goeie. Legpuzzel voor kinderen. Puzzelmat. Het is voor de hele kleintjes ook interessant. 4 euro.
Dat is hier ook een stuk goedkoper dan in Nederland. Dat zijn die kazen voor spaghetti en zo. Goedendag iedereen te België, te Stekenen. Ik heb hier nog enkele grensboodschappen gedaan. Kijk, om even te tonen, hier mag je dus 3 flessen olie meedoen per klant. Dus niet 1 per klant. Het is een verschil van 2 euro per fles. Dus ik betaal hier 4 euro voor de olijfolie. Dus 1 liter olijfolie. In Nederland betaal ik er 6 euro voor deze. Dit hier, ook meer dan een halve euro goedkoper per pak. Dus ik ben al aan 1 euro en dus hier een voordeel in totaal van 6 euro is 7 euro en dit was ook goedkoper. Dus ik heb iets van een 7,50 euro uitgespaard enkel al op dit hier door even over de grens te gaan. Het is namelijk wel zo, bepaalde zaken zijn interessant in Nederland, maar andere nog altijd interessanter in België, vooral dit hier.